Tommy Groenewegen is a young and upcoming talent who won the Dutch Fashion Award in 2011. Her feminine, sensual clothing crosses the border between fashion and art and plays with strong contrasts like open versus closed or past versus present. Groenewegen specializes in knitwear, using a computerized knitting machine that enables her to combine the qualities of different materials in one single piece of fabric. Als ik een ontwerp maak, dan ga ik ervan uit dat ik met de machine de stof kan manipuleren. En het manipuleren begint al bij het inbreien van elastiek bijvoorbeeld, waardoor zo'n hals lekker valt. Dus op die manier probeer ik de vorm van zo'n sweater en de verdere verwerking al te integreren in de keuzes die ik maak. Dus het is in die zin een organisme. Waar ik nu mee bezig ben, dat is het patroon voor een breisel wat we zo meteen gaan breien. Dit paars, dat wordt zo meteen metaal. En deze lijnen zijn het mohair wat aan de voorkant zit. Dus dat is wat lichter geel wordt dat zo meteen. Het groen, dat is het katoen. Dus op die manier kun je vrij interessante contrasten bereiken in één lab. En dat is wel wat je met deze machine kan doen en wat met de hand heel moeilijk is. Je zoekt eigenlijk naar de grens van wat die machine kan. Maar omdat heel weinig ontwerpers zo dicht op die techniek kunnen zitten, zijn die mogelijkheden niet bekend. Dus daar gaat onderzoek aan vooraf. En dan ontstaat er ook een nieuw soort van stijl van ontwerpen die een eigen kwaliteit heeft en een soort van eigen logica. Nou, we zien een mooie zonsondergang. Zag je dat? Dat zijn de cocons die worden afgenomen. En dan komen de vlinders uit de voorschijn. Dit is een presentatieconcept. Ik wilde eigenlijk af van de hiërarchie van de catwalk show. En het publiek ook onderdeel laten zijn van de show. Dus op het moment dat je een klassieke catwalk show hebt, dan heb je 5-10 meter afstand. En dan verliest mijn kleding elk detail en dat is juist ook waar het over gaat. Dus vandaar dat die mensen daar dicht op zitten en dat ze meteen ook die stof ervaren en dat kledingstuk ervaren. En ik geloof wel dat dat een van de aspecten is van mijn werk, dat je het moet ervaren en dat je het langzaam ontdekt. De volgende stap waar ik nu mee bezig ben, is om dat contrast tussen die soepele delen en de wat stevige constructieve delen, om dat te integreren. En daarvoor laat ik delen van het breisel verfilten. Zo, dit is 70% wol en 30% angora. En je ziet ook aan de manier waarop het verfilt, het blijft heel zacht. Want heel vaak wordt heel hard en een beetje plankerig. Maar dit is heel zacht en het is nog een beetje harig. En dit is zijde wat ertussen zit. En dat wordt heel slap en drapey. Maar het voelt heel goed, die zijde. En hier zit weer een stuk fijner breisel. Dus dat is ook weer combinatie van grof en fijn breisel bij elkaar. Het is weer een nieuwe ontwikkeling in het proces. Ik heb 2 jaar mode gestudeerd op een modeacademie. Daarna ben ik naar een kunstacademie gegaan. Daar heb ik 2 jaar mode gestudeerd. 2 jaar beeldende kunst, 1 jaar mode en daarna afgestudeerd bij beeldende kunst. Dus ja, ik heb altijd wel de grenzen opgezocht van mode. En ik was altijd wel nieuwsgierig naar om een ander perspectief te kiezen waarvanuit je mode kan bekijken. En wat mij betreft heeft mode ook een heel sterke persoonlijke kwaliteit. Dus intieme kwaliteit. Ja, ook de sensualiteit daarvan, de erotiek. En dan is het belangrijk natuurlijk ook de presentatie van dat kledingstuk en ook de communicatie daarvan. Maar ik denk dat ik het wel echt vanuit het persoonlijke benader. Thorough research is key to Groenewegen's work. And frequenting the textile lab in Tilburg enables her to take all the time she needs to find new ways of using the latest technologies. The innovations she comes up with are accessible to other designers who are free to use them in different ways. Ik werk hier in het textiellab. Dat is vrij uniek, omdat als dit er niet is, dan ben je aangewezen op fabrikanten. En fabrikanten hebben natuurlijk
hun eigen belangen. En dat ligt vooral bij het doen van productie. En bij mij gaat heel veel fout. Ja, dus dat is niet handig. Ja, dus vandaar dat het heel fijn is voor mij om hier te kunnen werken. Ja, de draad is gebroken. Maar dan hebben we een goede test. Dus laten we hem nu weer lopen voor het uiteindelijke resultaat. Ja. De volgende stap die ik nu ga maken is organische verven. Dus dit breisel heeft deze kleuren. Maar omdat die in een verfbad wordt gegooid, gaat die en verfilten en de wol, de zijde, het goud verven op verschillende manieren aan. En dan krijgt het ja, deze sfeer mee, dan krijgt het deze kwaliteit. En dat lijkt wel alsof het ook uit een andere tijd komt. Dus het krijgt ook iets doorleefds. Maar tegelijkertijd vind ik het heel erg modern. Dus eigenlijk alle research die in deze collectie zit, die neem ik weer mee in de volgende collectie. Zodat ja, de potentie die erin zit, er steeds meer uit gaat komen. Ik wil wel graag een merk worden, maar wel echt op mijn voorwaarden. Dus het is niet zo dat dat een doel op zich is. Maar ik zou het wel heel mooi vinden en ik denk... Want dat betekent wel dat jouw manier van werken en je ontwerpen worden erkend. En dat er een publiek voor is. Dat ze eigenlijk zelfstandig zijn, dus dat het volwassen is. En die volwassenheid wil ik eigenlijk wel bereiken met wat ik doe. Ja.